Europese commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft in zijn jaarlijkse Staten of de Union, de Europese troonrede, gezegd dat er een Europese minister van Financiën moet komen. Een van de eurocommissarissen zal die nieuwe functie gaan bekleden. Met zo'n minister, maar ook via regelgeving, zullen de EU-lidstaten nauwelijks met elkaar gaan samenwerken. Uiteindelijk wil Juncker dat alle lidstaten de euro invoeren. Een uitbreiding van de eurozone houdt in dat ook kritische lidstaten zoals Polen en Hongarije de eenheidsmunt moeten invoeren. Net als Bulgarije en Roemenië, ook wil Juncker de Schengenzone, het gebied zonder grenscontrole, uitbreiden. De voorzitter wil dat Roemenië en Bulgarije toetreden tot de douane-Unie. Hij streeft een Europese Unie na die in 2025 uit zo'n 30 landen bestaat: Albanië, Montenegro, Servië, Turkije. Macedonië zijn kandidaat lidstaten. Juanke wil dat in de toekomst één persoon zowel voorzitter van de Europese Commissie als van de Europese Raad van de regeringsleiders is. Donald Tusk is momenteel voorzitter van dat tweede orgaan. Wind in de zeilen. De Europese Commissie voorzitter ziet het optimisme en het zelfvertrouwen in de Europese Unie terugkeren. Er komt weer wind in de Europese zeilen. Zei hij, hij spoort lidstaten aan om hun voordeel te doen met de brexit en de economische voorspoed om een hechtere Unie te smeden. Juncker stelde in zijn toespraak geen ingrijpende hervormingen van de Europese Unie voor, zoals de Franse president Macron wil. Hij zei wel dat naar de ideeën van Macron gekeken moet worden. De Franse president zelf kondigde vandaag aan dat hij op 26 september, twee dagen na de Duitse verkiezingen, een concrete uitwerking van zijn plannen zal presenteren. Schandalig. De omstandigheden van vluchtelingen in Libië noemde Juinker schandalig, en zei op dit gebied samen te werken met de VN. De voorzitter prees de volhardende en gulle houding van Italië in de vluchtelingencrisis. Daarmee redt Italië de Europese eer, zei Juinker. Hij vindt dat Europa door moet gaan met het opvangen van asielzoekers in gevaar en dat Europa geen fort moet worden. Hij kondigde voor eind deze maand nieuw beleid aan voor het terugsturen van migranten. Vrijheid over Turkije was zijn vel. Hij zei tegen de regering, laat onze journalisten gaan, en niet alleen onze journalisten. Stop met onze regeringsleiders nazis te noemen. Hij maakte duidelijk dat door de houding van de regering er doorgaande de Turkse lidmaatschap van de EU verder uit zich raakt dan ooit. Ik ben nooit gestopt met van Europa houden, zei Juncker. Hij benadrukte dat de vrijheden niet vanzelf spreken. We moeten voor vrijheid vechten. In Europa en in de wereld, Sneer, aan de Amerikaanse president Trump gaf Juinker een sneer, nu Trump uit het Klimaatakkoord van Parijs stapt, is Europa van plan toe met Koerplanet Geertaaien, zei Juinker, verwijzend naar Trumps verkiezingslogan. Gedoe, premier Rutten vindt een Europese minister van Financiën geen goed plan. Het wordt zo gedoe onderling tussen al die luidjes, dat je er een minder effectieve Europese Unie door krijgt. Vrees ik, heel veel mensen zitten daar niet op te wachten. De minister-president benadrukte dat hij de speech niet alleen wil bekritiseren, omdat Juncker ook met goede ideeën komt, maar veel voorstellen die hij presenteert zijn voor 2025 en dan zien we wel weer. Ook minister Koenders is niet alleen maar enthousiast. Ik ben minder gecharmeerd van een aantal vergezichten die Juncker vandaag presenteerde. Mensen zitten niet direct te wachten op discussies over Europese voorzitters en instituties, wel op concrete samenwerking die Europa veiliger, eerlijker en welvarender maakt.